Michael van Herwe begint aan zijn derde partij op een groot toernooi tegen Michael Smith. 134. En de balans heel duidelijk tot nu toe in het voordeel van Herwe. Die twee keer ruim won. 80. Dat gebeurde de eerste keer de halve finale van de Grand Slam of Darts vorig jaar. En de tweede keer was de kwartfinale van de Masters. Op 31 januari van dit jaar. Maar goed, we weten dat op de vloertoernooi Michael Smith best al een aantal keren heeft gewonnen van Michael van Gerwen. We weten ook, Niels de Ruiter, dat Michael van Gerwen afgelopen weekend gewoon zin had om nog even twee UK Open qualifiers te winnen. Heeft die man nou nooit genoeg? Tussendoor, gewoon omdat het kan. Nee, die man heeft er nooit genoeg van. Absoluut niet. Is verslaafd aan winnen. Dubbel 18 voor Van Gerwen. Het is 1-0. Het is 1-0 en dat gebeurt dan in, wat is het? 11, zeg ik dat goed? 134, 140, 140 en 87 in twee pijlen. Ja, dat klopt. Huh? Ik zeg het goed. Ongelooflijk wat een begin. Nou ja, ongelooflijk. Het is niet meer zo ongelooflijk. 140. Ja, nou goed, Van Gerwen. We weten er... als Nederlanders bijna alles van. Michael Smith. Ja, die had natuurlijk een hele moeilijke start in zijn allereerste Premier League jaar. Moest door ziekte van Gary Anderson in week 1 meteen twee keer gooien. Nou, dat werd kansloos tegen Peter Wright en Adrian Lewis bij de partijen in Leeds. Meteen een van de grootste zalen van allemaal die hij voor zijn kiezen kreeg. Nou, week 2 speelde hij zijn derde partij in Newcastle. Ging het al ietsje beter tegen James Wade. Verloor hij met 7-4. En vorige week in Dublin zijn eerste punt gepakt. En nu dreigt hij 2-0 achter te komen in deze zaal. Die bij grootte toch wel iets weg heeft van Alexandra Palace. Ja, dan moet hij wel heel erg zijn best gaan doen om deze Van Gerwen tegen te gaan houden. Want het staat alweer 2-0. 2-0 en weer... een 11 darter. En dat betekent na twee legs geen 11 darters. Nee, volgens mij was deze 14. Ja. Ik ben iets te optimistisch geweest. Nee, toch wel hoor, volgens mij. We staan nog altijd op een gemiddelde van 131. We zijn in de derde leg begonnen. Nou ja, goed. Dan klopt mijn scorebordje niet. Het zal. Nog steeds knap. Kijk maar. 174! Ja, Smith die haalde dat ook wel een beetje aan als excuus wil ik eigenlijk niet zeggen. Hij had niet gerekend op het feit dat hij natuurlijk twee keer moest spelen. Daarna werd het schema een beetje door de war gegooid. Ja, vervolgens zeiden ja, ik ken Van Gerwen, vaak tegen gespeeld. Echt wel een paar keer van gewonnen. Ja, dat was allemaal in de vroegere jaren op de jeugdtour misschien zelfs wel. Niet tegen deze Van Gerwen. Jongen. Gewoon weer in 11 darts. 3 11 darters op rij voor Michael van Gerwen. Dan heeft Smith, die heeft ondertussen ook al twee keer 180 gegooid. Maar hij kijkt erbij, hij heeft er helemaal niks aan. Hij kijkt erbij als een oorworm met kiespijn. Als een oorworm met kiespijn, ja. Want ik weet niet wat van Gerwen allemaal van plan is. 140. Die staat me hier toch een partij te speren. 96. Ja, we gaan dit heel goed in de gaten houden. Hè? 118.66. Ja, het is zo verschrikkelijk goed wat Van Gerwen laat zien. Niet alleen de laatste weken, maar eigenlijk al een aantal jaar. De grens is volgens mij nog niet gevonden. Hij gaat elke keer weer overheen.
133. Ja, hou dit in de gaten. Hij moet wel 134. Heel veel slechter gaan gooien nu om niet gewoon een nieuw wereldrecord te vestigen. Oh, dubbel bulls raak. Nog eens ernaast, dubbel 16. Oh, Van Gerwen 132 uit. Het is 4-0. Allemachtig. Waar kijken we naar? We kijken wellicht naar een stukje geschiedenis. En misschien wel een stuk geschiedenis, want 118,66 is het wereldrecord. Gevestigd door Phil Taylor op een groot toernooi. Er werden wel ooit hogere gemiddels gegooid, maar niet op een major. Oh, Van Gerwen. Gaat maar door. Ook dat nog. We gaan ervoor zitten. Nou, kom maar. Twee keer 180 in deze leg. Laat ze dat bier maar gooien in Aberdeen. Hij kan nog. Oh, pijl 8. Maar wel nog kans op de 10 darter. Ja, gewoon met 9 darts op dubbel 16 staan. Hè. Gewoon die triple 10 nog even gooien. En je ziet aan Smith, die ook gewoon bijna 104 gemiddeld gooit. Die is helemaal murf gepeukt. Een 10 darter eroverheen. Waar gaat dit naartoe? Gemiddelde, kom maar door. Draai maar door die fruitmachine. 57. Daar is Adrian Lewis natuurlijk eigenlijk specialist in. Het scorebord lijkt een beetje til te slaan. Ja, dat, dat hebben ze nog nooit gedaan. 34.2. Hij gaat. Ja, dit kan niet meer missen. Daar ziet u het zelf ook in beeld. Het staat er echt 134-49 en het staat al 5-0. Ai. Dit is de grootste demonstratie darten waar we ooit naar gekeken hebben. Nu al. En u bent erbij. 89. Weer 140-180 voor Van Gerwen. Triple zit er weer middenin. Hij kan niet meer missen, hij kan niet missen. Dit kunnen twee tiendarters na elkaar worden. 58. Michael Van Gerwen, dubbel 18. Dubbel 18 Van Gerwen, hij kan niet missen. 6 uit 7 op zijn dubbels, het is 5-0. Het gemiddelde blijft boven de 130. Wat zeg ik, het gemiddelde blijft boven de 135. Dit is niet normaal. Oh, waar kijken we naar? 91. Zaterdag toernooi gewonnen, zondag toernooi gewonnen. De UK Open qualifiers. 4 dagen later staat hij in Aberdeen. Hij gaat gewoon door en hij gaat het niveau nog even een paar tandjes opschroeven. 100. Maar 100. Ja, hij staat een keer naar 9 darts, nog niet op een finish. Nimmer vertoond wat Van Gerwen hier aan het doen is. Op weg naar geschiedenis. Ja hoor. Ja natuurlijk, ja, als je keer 100 gooit, dan moet er een 140 achteraan komen. Dat kan niet anders. En dan gooi je wellicht maar een 13 dart. En Smith komt in de verste verte niet aan te pas. Zelfs geen 13 darter, zelfs geen 14 darter. Kijk uit Michael, want dan ga je onder de 130. Tover hebben. Dat zal hij na afloop jammer vinden. Alsnog geschiedenis hoor. Nou ja, goed. Hij krijgt wat hulp van Smith hier eigenlijk natuurlijk. Hè, om de gemiddelde toch hoog te houden. Die is er ook nog natuurlijk. We zouden het bijna vergeten. Ja,
ik zei het al in het begin, nou, wat was het, drie legs? De marge is ruim. Hij moet wel echt heel veel slechter gaan gooien. 45. Wil hij het niet halen? Zeven legs gespeeld, 4 keer 180, 10 keer 140 en 8 keer een score van 100 voor Verger. 134. Even in vergelijk, deze beste man gooit nu voor de tweede keer 140. Wil dat toch blijven, doet de stap opzij, vindt de triple. 83. En nog één, maar de verkeerde. Nog altijd op een magisch gemiddelde van Gerwen. Ja, laat dat gemiddelde maar gewoon in beeld staan. Ja, het gaat eraan. Het kan niet anders meer. Het gaat eraan. Nee hoor. En het gaat er ruim aan. Van Gerwen gaat de boeken in. Oh. Hij gaat naar dubbel 16. Hij mist de dubbel 16. Oei, 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 123.69. Nou mag hij uit, Verheerbe. Ja, dubbel 16 gaat erin. Het is een nieuw wereldrecord. We wachten heel even op het definitieve getal. Het is een 7-1 overwinning op Michael Smith. Het is de grootste demonstratie darts die we ooit gezien hebben. Het nieuwe wereldrecord. 123.40 voor Michael van Gerwen. Hij verbetert het oude record met bijna 5 punten gemiddeld per 3 pijlen. U was erbij, wij waren erbij. Michael Smith was erbij en Michael van Gerwen was erbij. Fantastisch!